Ik laat hier even zien hoe een keypad, dit dingetje, via weerstandsdelertjes en wat elektronica, wat logische poorten, via één datakabeltje in de AD-converter van de Arduino, weergegeven kan worden op een display. Ik druk op de D en hier staat dan dat de D wordt ingedrukt. Of de 9, de 5, de 2, de A enzovoort. Dat is dus een enorme besparing op poorten, want anders zou je er 4 moeten gebruiken en nu maar 1.